ga de Infinite Warfare en Modern Warfare Remastered hype even achter me laten en terug naar het oude. Want vandaag ga ik weer een keer Call of Duty Black Ops 3 spelen met jullie. Dus, mocht je deze video natuurlijk alvast leuk vinden, laat even je blauw duimpje omhoog achter als jullie meer Black Ops 3 willen zien. En we gaan kijken wat we in de Team Damage Potje kunnen gaan spelen. En ja, weer een beetje normaal kunnen gaan. Want ik heb het al best wel lang niet aangeraakt, dus we gaan kijken of ik het nog kan. Dus let's go. Oké, daar gaan we dan. Op de map, ik was een map gegeven, Fringe. Oude vertrouwde map. Ik wil met Kuda, met op extra de map Quick Draw en Rapid Fire. We gaan gewoon kijken of we nog de oude feeling hebben in Black Ops 3. Vergeet ook niet je blauw duimpje omhoog achterlaten, help je mij enorm. Holy shit, ik wil met de UAV. Lightning Strike en de Raid, gewoon lekker killende killstreaks. We hebben een keer kills oppakken. Maar ik speel met Kuda, omdat het natuurlijk gewoon de gun is die ik het meest vertrouw. En waar ik zelf de meeste kills mee kan oppakken, denk ik. Ik heb gewoon in heel Black Ops 3 tijd heel veel met de Kuda gespeeld. En ja, ik vind het gewoon lekker wapen. Dit ding is naar mijn mening een van de beste submachine guns uit BO3. Samen dan met de VMP natuurlijk. Oh, liggen. Ik denk dat ik hier weg moet. We gaan hier wachten, dan komen ze op me af. Yes. Oh my god, wat? Waarom ben jij nog niet dood? Je krijgt ook best wel veel kogels hier. Maakt niet uit. We laten gewoon lekker de stress van Infinite Warfare en Modern Warfare Remastered achter ons. En ga lekker oldschool Black Ops 3 spelen. Want er spelen geloof ik echt nog heel veel mensen dit spel. Mijn site ook weer binnen. Let's go jongens. Heerlijk gevoel allemaal. Echt, oh my god. Kom maar, komen ze level op 3-2. Wat? Dit probleem heb ik dus ook altijd in Infinite Warfare. Als ik dan met mijn specialist skills wil maken, is mijn specialist op 1, 2, 3. Laat hem maar hier niet gooien. De rest is eentje op 2-1. Call it. En er zit één voor me met een Remington, oftewel de... Oh, ik ben de naam vergeten. Ik ben gewoon de naam vergeten van alle wapens, jongens. Ik weet het niet meer. Ik heb echt geen idee. Ik heb geen idee hoe dat wapen heet. Maakt niet uit. Ik push de tijd vanaf de zijkant. Dus jij moet je in de gaten houden. Oh, er zit wat in mijn ogen. Zo. Oh my god. Hoe heet dat ding? Nu kan ik het zien ook. De KRM. Zo, er zat even wat. Er kwam een veldje met of zo. Ik zat eigenlijk misschien als een gek te knipperen. Maar ja, dat kan gebeuren. Zit je nou... What the fuck? Zit je letterlijk... Hij zat letterlijk naast die deur te campen, jongens. Hij zat gewoon naast de deur te campen. What the fuck? Oké. Zo, nu heb ik je. Bam. Weg met je KRM. En jou heb ik niet, want jij hebt de HVK. Die ken ik nog wel, de HVK 30. Die heb ik niet vergeten. Kuda, de VMP. Je hebt de... Oh. MR6 natuurlijk. R3K. Nee, dat was van de IW. Hoe heet die B23 eigenlijk weer? RK5. Ja, ik weet nog wel een beetje. Maar ja, als je natuurlijk heel de tijd weer gewend bent om... Om de naam van Infinite Warfare een beetje te kennen voor een video. Dit is even anders, ik ben dood. Purifier, die heb ik ook niet gemist. Nee. We gaan niet heel erg lekker, maar dat maakt niet uit. Want ik ben letterlijk, ik kom net van Infinite Warfare af. Omdat ik denk, nou, daar ben ik klaar mee. Het wordt echt amper bekeken. Ik denk, hé, laten we even Black Ops 3 doen. Ik kwam gelijk in deze game. Hij begon net met laden, dus ik denk, nou, meenemen. Die gaan we gewoon opnemen gelijk. Dus mijn allereerste potje. En dan ging het nog wel chill. Het speelt wel even ietsjes. Oké, dan is het goed. Iets anders dan Infinite Warfare. Maar dat heb ik gewoon voor lief. Want het is wel gewoon nog chase and chill game, vind ik. Maar, zoals ik natuurlijk ook heb gezegd, ik vind het nou niet leuk om dit nog een jaar te moeten gaan spelen. Ik vind IW, ja, vond ik net nog even leuk. Nu ben ik heel eventjes klaar mee, maar dan heb ik er morgen weer zin in bijvoorbeeld. Maar, ja... Voor YouTube is het geen goede game. En met Black Ops 3 is mijn kanaal natuurlijk gegroeid. Is mijn kanaal best wel groot geworden ook. Dus ik heb het gevoel dat bij deze game
jullie meer tevreden zijn. Dat gaan we ook zien aan de views. Is dat zo? Nou, dan moet ik dit maar gaan opnemen voor jullie. En, maar weet je, ja. Voor het nemen. Wacht hoor. Dat, ja, je weet niet goed bekeken wordt. Want Modern Warfare Remastered wordt ook niet heel erg chill bekeken. Dus laat het maar weten. Wat vinden jullie chill om naar te kijken? Als jullie überhaupt deze video nog kijken. Maar de enemies zijn lekker te campen, jongens. Nice. Dat is niet wat we willen. We willen enemies die er gewoon ook lekker inrennen. Die je dan kan confronteren midden in de map. En hier is de boost jump veel korter. In een van de Warfare, als je een boost jump pakt, is hij echt super, althans super lang. Hij is langer dan hier. En dat is eventjes wennen als je een boost jump doet. Maar ook al zo'n G-slide. Waar was hij? Ik was hem kwijt. You're a motherfucker. Ik was hem kwijt, kom op. Langzaam die jumpotje zegt dit. Zo. Oh my god, ze spawnen hier allemaal. Aight. Dat is niet leuk. Kom op teammates. We can do this. Laat ze maar uitkomen. Niet met z'n allen tegelijk alsjeblieft. Niet, oh, niet met z'n allen tegelijk. Wat verstaan jullie daar niet aan, enemies? Ai, nee. Come on. Ah, we moeten, als we dit niet winnen... Ga ik geen free start doen, maar weet niet. Ga ik niks doen. Ik ga gewoon geen free start op deze game doen. Echt nooit niet. Waarom niet? Hier zit echt bloed, zweet en tranen. Level 1000 legit. Dark Matter legit. Oh my god. Echt daarom. Ik wil hier geen free start op doen. Dat is gewoon een regel voor mezelf. Voor mij kan je op een van het Warfare niet even free start doen. Dus daar wil ik het ook liever niet op doen. Want daar zit ook gewoon allemaal werk in. Ons werk. Gewoon heel veel uren playing time, maar. Zo, mooi dubbel kun je nog even. Friendly UAV inbound. Oh, 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 oh. Oh, het potje zit er alweer op. Het potje zit er alweer op. Holy shit. We hebben niet een heel veel potje neergezet. We hebben 38 kills, dat is best wel goed, maar de deaths zijn wat minder. We hebben precies een 2KD, dus daar ben ik wel op GDB. Dus. Mocht je nou mijn Black Ops 3 willen zien, laat het even weten, want dan ja, ga ik gewoon voor jullie meer uploaden, dat ik daarmee even rekening mee moet houden. Super bedankt voor het kijken naar deze video, volg me op Twitter, abonneer op mijn kanaal en like deze video. En dan heb je mij natuurlijk weer even helemaal gelukkig gemaakt. Thanks for watching en tot morgen om 3 uur bij een gloednieuwe video op mijn kanaal, jongens. Later.